Op 2 juni vond in de Sint-Antoniuskerk in de Mortel het Triple Music Concert plaats. Dit is een samenwerking tussen slagwerkgroep Excelsior, Vrouwenkoor Mignon en Blaasquintet Factor 5. Het concert stond onder leiding van dirigenten Chris Leenders en Alex Rutten. Omroep Centraal was uiteraard aanwezig bij dit concert. Hier volgt een beknopte samenvatting. In Flanders Fields.
Ik sta hier nu met Chris en Alex, twee dirigenten die vandaag dit concert mede mogelijk hebben gemaakt. Hoe was het voor jullie? Ja, heel fijn. We hebben hard gewerkt en we hebben een heel mooi programma samengesteld. Ik ben dan degene van het slagwerkensemble en Alex is van het koor. En we hadden nog een blaasquintet erbij en met die drie hebben we bedacht van ja, hoe gaat dat klinken? En de dingen die we hebben bedacht zijn eigenlijk ook al mooi tot zijn recht gekomen, hè, in deze prachtige kerk. Ja, want dat was nog best wel spannend. Hè? Een kerk heeft natuurlijk toch een beetje een overakoestiek. En als je dan in de Sint-Jan in Gemert bijvoorbeeld, dan hebben we toch vaak net iets te veel. Zoals slagwerk of blazers gaat ook meteen te hard eigenlijk. En zeker met zo'n koor. Maar hier is dat net wat aangenamer. En dan met zoveel mensen binnen, is het, dat dempt ook nog wat. Dat is alleen maar gunstig voor het klankresultaat. Ja. Ja, dat is inderdaad een prachtige locatie hier. Hoe zijn jullie daarbij terechtgekomen? Ja, ik heb er al vaker aan gedacht van, is dat niet iets? Omdat we in Gemert moeite hebben om iets te vinden wat een mooie akoestiek heeft. En een ruimte heeft die voor een koor echt mooi gedragen kan klinken. En waar blazers mooi tot z'n recht komen. Ja, en ik weet het niet. We hebben het er een keer ingegooid. En we hebben hier Toon Keursten benaderd. Met de vraag van, is dat een optie om hier een concert te organiseren? Die zei meteen ja, dus dat gaan we doen. Dus ja, heel simpel. En zo'n concert, dat heeft natuurlijk een voorbereiding nodig. Hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest? Nou, toch wel vrij lang. Maar dat is dan met name de arrangementen die ook gemaakt moesten worden. Want er waren heel veel stukken die we dus met allerlei combinaties, met slagwerk. Of met zang, met de blazers erbij, factor 5. En er moesten allemaal arrangementen dus ook gemaakt worden om dus ook die gezamenlijke dingen kunnen doen. Dus daar zijn we al, ik weet niet precies, maar op tijd mee begonnen. En het echte instuderen, dat is natuurlijk in een later stadium. Maar we hebben wel echt de tijd genomen om het ook goed te kunnen instuderen. Dat we ook dat we goed voor de dag zouden kunnen komen. Ik vond het prachtig. Voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Zeker. Ja, die stukken die we nu hebben gedaan, die bewaren we heel zuinig voor. Mocht er ooit in de toekomst weer een gelegenheid zijn, dan hebben we ze weer paraat. Hè? Zeker, zeker. Het was een mooie ervaring en iedereen heeft ervan genoten, denk ik. Dank jullie wel.